Er zijn maar twee plekken op het middenveld en uiteindelijk zal de keuze worden gemaakt tussen hem en de speler naast hem, Peter Gerkens, die in topvorm is. En dat toont hij ook nog in het Lottepark tegen Anderlecht. Vincent legt hem de bal af voor een schot, maar mist net de goal. Vincent heeft ook zijn momenten in de wedstrijd, maar het zijn niet zijn beste. En wanneer er dan nog geklungeld wordt door de Jansen in de verdediging, is de wedstrijd uit de hand gegeven naar Anderlecht. Dat moet beter in de volgende match op Den Bosuil tegen Westerlo. Kan onze Vincent hier presteren en uit de schaduw komen van Peter Gerkens? Zeker wanneer Antwerp start met een prachtig potje passeerwerk en deze wordt afgewerkt van buiten de 16 door alweer Peter Gerkens. En de Antwerp was nog niet klaar met schoon goal maken, want Iris Fischer die een bal voorzet, vrees een kop er bekend af, maar Sting op de volley. Geweldig. En de match was compleet uitgespeeld wanneer ook Vincent zijn steentje bijdraagt en een prachtige voorzet over de keeper geeft op het kopje van Frey. Waardoor hij buiten verwachtingen werd genoemd als man van de match voor zijn grote bijdrage in deze overwinning.